Hallo en welkom iedereen bij alweer een nieuwe Nutrifoods yoga sessie. Vandaag zijn we op locatie vanuit Portugal, op een boerderij ergens op het platteland. Maar al geluk hebben we hier een goede connectie kunnen maken en kan ik deze stream van hieruit doen. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat en zoals elke woensdag gaan we vandaag weer een yoga flow sessie doen. We starten hiervoor in een zittende houding. Je mag daarvoor een kussen of een deken plaatsen onder je zitvlak. En dan wil je je enkels zoveel mogelijk onder je knieën brengen. Ja, we doen dit zodat de heupen kunnen ontspannen. En als dit niet makkelijk is voor jou om zo te zitten, kan je zoveel kussens of dekens onder jouw zitvlak plaatsen totdat je je comfortabel voelt. Ja. Dus hoe hoger de heupen, hoe meer de heupgewrichten kunnen ontspannen. Dan mag je van hieruit je handen plaatsen op je knieën en dan voel de gronding door je zitbotten en creëer een heel lange rug. En dan is het gevoel alsof dat de kruin van je hoofd naar boven wordt getrokken. En terwijl dat heel je ruggengraat verlengt, ga je je schouderbladen laten zakken. En dan kan je van hieruit even je ogen sluiten. En dan neem gebruik van het moment om je aandacht naar binnen te keren. En dan ga naar het einde van je volgende uitademhaling. En probeer dan je onderbuik volledig te ontspannen. En dan adem terug in vanuit je onderbuik. En op een uitademhaling exhale volledig en ontspan je onderbuik. En dan bekijken we dat je inademhaling vanzelf gebeurt. En dan ga terug naar het einde van je uitademhaling. En opnieuw bekijken we dat de inademhaling vanzelf gebeurt. En dan gaan we de inademhaling even lang maken als de uitademhaling. En ideaal is dit 4 tellen in en 4 tellen uit. En dan behoud deze beoefening nog voor enkele rondes. En bekijk of dat je dan in observatie kan stappen van jouw ademhaling. Je kan je ademhaling en je aandacht vestigen op de beweging van je onderbuik. Voelen dat het lichaam voor jou ademt, zonder dat je daar eigenlijk iets voor hoeft te doen. Ontspan je schouders, ontspan je kaak.
En voor een moment laat alles los. Prima. En dan gaan we naar het einde van de volgende uitademhaling. Je mag je ogen gesloten houden en dan wrijf even in je handen tot je handpalmen heel warm worden. En dan plaats je handen op je ogen. En dan open langzaam je ogen en verwijder je handen. Van hieruit komen we in een Child's Pose. Dus dat wil zeggen dat ik de knieën zo breed ga brengen als de yogamat. Mijn grote tenen komen samen en ik duw mijn zitbotten richting de hielen. Vanuit deze grondende beweging ga ik de armen volledig uitstrekken, zodat ik vooral lengte voel in de flanken van mijn ribbenkast. Van hieruit gaan we de ademhaling meer naar de borst sturen. En je gaat ademen naar de voorkant van je borst, tussen je schouderbladen, de zijkant van je ribben. Ik geef jezelf nog 2 diepe ademhalingen hier. Goed, en dan exhale volledig. Op een inademhaling kom op handen en knieën. Plaats dan je handen onder je schouders en je knieën onder je heupen. En dan adem in, start met een kanteling van je bekken en van je onderrug, je middenrug, je bovenrug. En dan lift je kin hoog op, kijk naar het plafond. En dan adem uit, kin naar je borst. Maak een bolle bovenrug, middenrug, onderrug tot je sacrum helemaal kantelt. Opnieuw vanuit je bekken, adem in. Holle rug en adem uit naar een bolle rug. Laatste maal adem in, holle rug. En adem uit, bolle rug. Adem in, kom naar een neutrale rug. En dan op een uitademhaling strek je rechterbeen naar achter. Adem in, lift je rechterbeen en je linkerarm hoog op. Hou je nek neutraal, kijk naar de mat. Op een uitademhaling breng je elleboog naar je knie in een bolle rug. Adem in, zoek opnieuw die lengte. En adem uit, elleboog naar je knie. Bolle rug. Nog 3 maal adem in lengte. En adem uit. Touch. Nog 2. Inhale lengte. En exhale touch. Laatste maal adem in lengte. En adem uit. Touch. Goed, op een inademhaling. Strek jezelf volledig uit. En exhale, kom terug neer. Adem in, strek je linkerbeen naar achter, lift je rechterarm, zoek de lengte. En op een uitademhaling, elleboog naar je knie, ronde rug. Adem in, zoek opnieuw lengte. En adem uit, touch. Nog 3 maal, adem in lengte. En exhale, touch. Nog 2, adem in lengte. En exhale, touch. Goed. Laatste maal adem in, lengte. En exhale, touch. Op een inademhaling maak lengte. En adem uit. Breng alles terug neer op de grond. Prima. Op de volgende inademhaling verplaatsen we de schouders richting de polsen. Je wilt zo het gewicht in je handen voelen. En op een uitademhaling duw je zitvlak naar je hielen. En ontspan je hoofd.
Op de volgende inademhaling komen we opnieuw op handen en knieën. En dan adem uit, plooi je ellebogen en kom langzaam plat liggen op de mat. Goed. Breng je grote tenen samen. En dan adem in, lift beide voeten en je borst van de grond. Rol je schouderbladen naar achter, lange nek. En adem uit, kom terug neer. Nog twee maal. Adem in, gestrekte benen, schouderbladen naar achter, lange rug. En adem uit, terug neer. Laatste maal, adem in, lift, goed, en adem uit, kom terug neer. Adem in, duw jezelf op handen en knieën, en dan tenen in de grond, adem uit naar een neerwaarts kijkende hond. Prima. Nu, dit kan best een uitdagende houding zijn, dus als je voelt dat je heel stijve hamstrings hebt en je gewicht is in je schouders, plooi dan je knieën en duw je gewicht uit je schouders in je bekken. Ja, dus daarvoor willen we de vingers volledig spreiden. Maak een hele lange rug. Hou je knieën gerust geplooid. En geef jezelf nog twee diepe ademhalingen hier. Laatste diepe ademhaling. Goed, op de volgende uitademhaling wandel je voeten naar de voorkant van de mat. En als je voelt dat je je benen niet gestrekt kan houden, dan kan je je knieën een klein beetje plooien en hoog op je vingertoppen komen, totdat je voeten helemaal vooraan de mat komen. Adem in, plaats je handen op je scheenbenen, lange rug, kijk naar voren. En dan adem uit, ontspan je hoofd en je ruggengraat zoveel mogelijk. Adem in, kom helemaal recht, zwaai je handen boven je hoofd. Kijk naar je duimen en adem uit, ontspan je handen naast jou. Goed. Van hieruit plooi je knieën en adem in, breng je handen terug op. Op een uitademhaling plooi voorover, plaats je handen op de grond en ontspan je hoofd. Adem in, strek je benen, lange rug, kijk naar voren. En dan adem uit, stap je linkervoet naar achter. En laat je linkerknie zakken op de grond. Goed. Van hieruit, inhale, beide handen op je rechterknie. En dan gebruik een uitademhaling om je zwaartepunt laag te brengen. Dan gaan we herhalen. Adem in, lift jezelf uit de heup. En adem uit, breng je zwaartepunt laag en voel de stretch langs de voorkant van je linkerflank. Laatste maal, adem in, lift jezelf uit de heup. En op een uitademhaling zwaartepunt laag. Van hier brengen we de rechterhand tegen de rechterknie. Op een inademhaling komt de linkerduim hoog op. En dan twisten we, openen het schoudergewricht. Adem uit, laat je linkerpink zakken. En kom terug naar voren nog twee maal. Adem in, linkerduim hoog. En dan cirkelpink naar beneden. Adem uit, goed. Laatste maal. Adem in, kom hoog op en adem uit, twist helemaal door. Plaats beide handen naast je voorste voet. Op een inademhaling strek je linkerbeen, laat je heup zakken en open je borst. En op een uitademhaling lift je rechter zitbot en ontspan je hoofd. Je hoeft je been nog niet volledig te strekken. Nog twee maal adem in, heup laten zakken, borst hoog. En op een uitademhaling lift je rechter zitbot en ontspan je hoofd. Prima. Laatste maal. Adem in, heup laag, lift je borst. En adem uit, lift je zitbot en ontspan je hoofd. Helemaal goed. Adem in, plooi je rechterknie. Beide handen plat. Adem uit, laat je knieën zakken op de grond. En duw je zitvlak naar je hielen. Goed. Op een inademhaling kom opnieuw naar voren op handen en knieën. En we gaan opnieuw zakken naar de grond. Adem uit, traag op 3, 2, 1. Goed. Voorhoofd op de grond, grote tenen samen. Shalabhasana, adem in. Lift je benen en je borst. Schouders naar achter. En adem uit, kom terug neer. Nog twee maal adem in. Lift je borst en je benen. Lange rug en adem uit, ontspan.
Laatste maal adem in. Lift je benen en je borst. En adem uit. Kom terug neer. Duw jezelf op handen en knieën op een inademhaling. Breng je tenen in de grond. En adem uit. Lift je zitvlak naar een neerwaarts kijkende hond. Goed. Dus dit is onze tweede neerwaarts kijkende hond. Dus we weten al dat we de knieën kunnen plooien als er te veel gewicht in de schouders zit. En dan denk er ook aan om je vingers volledig te spreiden. En dan gebruik de volledige oppervlakte van je hand om je gewicht naar achter in je bekken te duwen. En dan kan je misschien op de volgende uitademhaling eens enkel je rechterbeen strekken. Hou je linkerknie maar geplooid. En dan adem in, plooi opnieuw beide knieën, zoek die lange rug. En dan adem uit, strek je andere been en hou die knie geplooid. Goed. Opnieuw adem in, plooi je knieën, lange rug. En dan misschien dit keer beide hielen in de grond. Nog één diepe inademhaling hier. En dan adem uit, wandel je voeten opnieuw naar de voorkant van de mat. Hou je benen zo lang mogelijk gestrekt. Kom op je vingertoppen als het nodig is. En dan plaats je handen op je scheenbenen. Adem in, lange rug, kijk naar voren. En dan plooi dubbel op de uitademhaling. Dan plooi je knieën, adem in, zwaai je handen boven je hoofd. Goed, en dan adem uit, strek je benen. In Samasthiti. Dat gaan we opnieuw doen. Plooi je knieën, adem in, zwaai je handen boven je hoofd, lange rug. En adem uit, plooi voorover, ontspan je hoofd, handen op de grond, plooi je knieën als het nodig is. Adem in, opnieuw, handen op de schenen, lange rug, kijk naar voren. En dan stap je rechtervoet naar achter. En op de uitademhaling laat je rechterknie zakken. Adem in, beide handen op je linkerknie. Op een uitademhaling, zwaartepunt laag. Adem in, lift jezelf uit de heup. En adem uit, opnieuw, zwaartepunt laag. Voel de rekking langs je rechter voorste heup. Adem in, lift jezelf uit de heup. En adem uit, zwaartepunt laag. Goed, linkerhand aan de binnenkant van je linkerknie. Adem in, rechterduim, lift. En dan cirkel door, kijk naar je rechterpink. Volg met je ogen waar je hand naartoe gaat. Nog twee maal adem in, rechterduim hoog. Open je ribben, open je schouder, adem uit en kom terug laag. Laatste maal adem in, lengte. Goed, en dan cirkel op een uitademhaling. Beide handen naast je voorste voet. Strek je rechterbeen, adem in, heup laag, borst hoog. En dan lift je linker zitbot en ontspan je hoofd. Je hoeft je been nog niet volledig te strekken. Dat kan op de laatste herhaling. We doen er nog twee. Heup laag. Borst hoog en adem uit. Lift je zitbot en ontspan je hoofd. Laatste maal. Plooi je knie. Adem in. Misschien dit keer adem uit. Strek je linkerbeen volledig en ontspan je hoofd. Goed. Adem in. Plooi je linkerknie. Beide handen op de grond. Adem uit. Laat je knieën zakken. En duw je zitvlak naar je hielen. We nemen hier enkele diepe ademhalingen. Goed, en exhale volledig. Prima. Adem in. Kom opnieuw op handen en knieën. En dan tenen in de grond, op een uitademhaling, neerwaarts kijkende hond. En dan wandel je handen naar je voeten. Plooi je knieën. Breng je 10 vingers voor je 10 tenen, ontspan je hoofd. Goed. En dan strek enkel je linkerbeen. En dan twist ook je linkerarm naar boven, adem in. Goed. En adem uit, ontspan je hoofd. En plooi beide knieën. Rechterbeen, adem in, twist en open. Goed.
En adem uit, kom terug neer. Dat gaan we herhalen. Laatste keer. Recht linkerbeen, rechterknie geplooid. Twist en open. En adem uit, terug neer. En dan strek je rechterbeen. Adem in, twist en open. Goed. En adem uit, kom terug neer. Wandel jezelf terug naar handen. En voeten, dus een plankpositie. Goed. En dan kan je van hieruit beide knieën op de grond brengen. Ik ga me even draaien. Paringasana houding. Dus van hieruit komen we hoog op de knieën. En we strekken het linkerbeen uit. Dus, goed. Dan kan je van hieruit je linkerhand laten rusten op je linkerbeen. En dan strek je rechterarm in een diagonaal. Dan van hieruit kan je misschien zo je linkervingers een beetje langs je been naar beneden wandelen. Je wil vooral de stretch vinden over de rechterflank. Geef jezelf nog 5 diepe ademhalingen hier. Nog 4. 3. 2. En 1. Prima. Laat dan je hand terug zakken naar je heup. Breng 1 knie in. En dan strek je andere been. Goed. En hieruit wandel je rechtervingertoppen over je rechterbeen. Strek je linkerarm uit. Adem in, zoek de lengte. En dan plooi naar rechts. Dan blijf je borst opendraaien. Voel die stretch langs de flank, maar hou je schouderblad ontspannen en omlaag. Laatste diepe inademhaling hier. En adem uit. Breng je handen terug naar je heupen. Breng je knieën samen. En dan van hieruit stappen we terug naar een neerwaarts kijkende hond. Adem eens diep in. En dan adem uit, stap je rechtervoet aan de buitenkant van je rechterhand. En laat je linkerknie zakken op de grond. Op een inademhaling twist je rechterarm hoog op. En dan cirkel je rechterduim naar binnen en reik die hand achter je rug. En dan breng je zwaartepunt laag en twist je borst open. Je kan dan ook zo op de buitenkant van je rechtervoet komen. Zodat we ook die heupopener meenemen. Blijf je schouder opendraaien. Nog 3 diepe ademhalingen hier. Nog 2. 1. En adem uit. Kijk naar beneden. Stap dan je rechtervoet terug. En breng je linkervoet naar voren. Zwaartepunt laag. Yes. Zwaartepunt laag en dan twist je linkerarm open. Jullie zien nu rechts, maar het is links. En dan reik je linkerhand achter je rug. Breng je zwaartepunt laag, open de heup. Kom op de buitenkant van je voet. Twist en open. Je kan dan de hefboom van je linkerhand achter je rug gebruiken om open te twisten. Laatste diepe inademhaling hier. En exhale. Kijk naar beneden. Plaats opnieuw beide handen op de mat. Goed. En dan stap terug naar een neerwaarts kijkende hond.
Nu vanuit deze neerwaarts kijkende hond gaan we de voeten zo breed brengen als de mat. En dan plooi je knieën, maar zorg ervoor dat je knieën zo blijven zweven boven de mat. Van hier wandel ik mijn handen naar achter en ik zoek het gewicht op mijn hielen tot ik kan gaan zitten in een squat positie. En dan breng beide handen tegen de binnenkant van je knieën. Nu, als dit uitdagend is voor jou, dan kan je altijd je hielen van de grond brengen. Of je kan je deken dat je bij de hand hebt oprollen en onder je hielen plaatsen. Zodat de heup ietsje meer vrijheid heeft om zich te openen. En dan waar dat je ook bent, zoek er vooral voor om een lange rug te maken. Hele goede oefening om spanning uit het bekken en de onderrug te krijgen. Maar ook goed voor de spijsvertering. En uiteraard voor onze darmflora. Blijf je knieën naar buiten duwen. Nog één diepe inademhaling hier. Goed, en dan adem uit. Beide handen wandelen naar voren. Laat jezelf zakken op je knieën. En dan duw opnieuw je zitvlak naar je hielen. En dan kom op je hielen zitten. Als dit uitdagend is, opnieuw breng dan je deken tussen de plooi van je knieën of onder je hielen. Laat je handen dan rusten op je knieën. En neem hier 5 diepe ademhalingen. En dan kan je ook zo langzaam je bekken van links naar rechts rollen. Je ook het bindweefsel rond het enkelgewricht, maar ook het kniegewricht en de heup mobiliseren door laterale bewegingen. En kom hier naar het midden. Verwijder het deken en dan kom op je rug liggen. En trek dan je rechterknie naar je borst en je gebruikt je linkerhand om je rechterknie naar de grond te begeleiden. En hou je linkerhand op je rechterknie. Je rechterhand twist helemaal mee. En dan op een inademhaling hou het anker van je linkerhand op je rechterknie om je borst te openen. Twist. En op een uitademhaling twist terug. Nog 2 maal adem in. Twist open. En adem uit, twist terug. Laatste maal, adem in, twist open. En adem uit, kom terug. Prima. Rol dan van hieruit op je rug. Linkervoet in de grond, breng je rechtervoet op je linkerknie. Lift je linkerbeen. Dan gaat je rechterhand door het oog. Linkerhand houdt de plooi van je knie vast, optie 1. Of misschien de bovenkant van je knie, optie 2. Nu gebruik opnieuw je deken en plaats het onder je hoofd. Zodat we langzaam kunnen afrollen. De ruggengraat afrollen en het hoofd ontspannen. Op het kussen of het deken. Dan wil je deze stretch vooral voelen in je heup. En dan flex vooral je enkel door je tenen naar je knie te trekken.
En vanaf deze dorsiflexie stevig is, dan kan je ook actief je rechterknie naar buiten duwen, zodat we ook op een actieve manier de knie op de heup gaan mobiliseren. En dan laat knie los, plaats beide voeten op de grond en trek je linkerknie naar je borst en dan twist over naar de rechterzijde en hou je rechterhand op je rechterknie. Je linkerarm komt mee. Adem in, twist en open. En adem uit, kom terug. Twee keer adem in, twisten open. En adem uit, kom terug. Laatste maal adem in, twisten open. En adem uit, rol terug. En hier komen we opnieuw op de rug liggen. Plaats je linkervoet op je rechterknie. Opnieuw gaat het linkerhand door het oog, optie 1, plooi van de knie, optie 2, bovenkant van de knie, flex je enkel en dan rol langzaam je hoofd terug naar de mat op het deken. En als je enkel dan goed geflext is, duw actief je knie naar buiten, zodat we meer stretch in de heup voelen. Laat dan je knie los, plaats beide voeten op de mat. Handen naast je heup, ontspan je hoofd. Kantel je bekken en adem in, duw je heup hoog. En breng je borst richting je kin. En dan adem uit, rol langzaam terug in. Adem in, heup hoog. Rol wervel per wervel. Je borst naar je kin, gebruik de kracht van je benen en je bilspieren om je heup hoog te brengen. En adem uit, rol terug neer. Goed. Laatste maal adem in, kom hoog, activeer je bilspieren en nu blijven we hier voor 5 diepe ademhalingen. Bij iedere ademhaling probeer je heup ietsje hoger te brengen, zodat we meer extensie van de ruggengraat krijgen. Dat is 2. 3, 4 en 5. Goed. Dan langzaam terug neer. Trek beide knieën naar je borst. Neem dan met beide handen je linkerknie vast en strek je rechterbeen uit. Breng dan je rechterknie naar je borst, haal met beide handen vast en strek je linkerbeen uit. Opnieuw beide knieën naar je borst. Laat beide voeten zakken op de grond. Strek je benen uit. En neem hier nog enkele momenten relaxatie. Adem eerst eens diep in door je neus. En uit door je mond. Nog 2 keer adem in door je neus. En uit door je mond. Laatste maal diepe inademhaling door je neus. En uit door je mond.
Kom dan terug naar een ontspannen ademhaling. Laat je lichaam heel zwaar worden. Laat jezelf toe om volledig te ontspannen. Dan kan je nog zo lang als je wil in deze rusthouding blijven. Voor zij die mee willen afronden, trek van hieruit beide knieën naar je borst. En rol over je rechterzijde. En kom dan terug recht zitten. En sluit even je ogen. Breng dan je handen voor je borst. Buig je hoofd en bedank jezelf voor de inzet die je hebt gebracht vandaag. Ik bedank jullie voor jullie aanwezigheid. En dan zie ik jullie graag volgende week maandag weer terug om 6:30 voor de NutriFoods Workout. Maak er nog een hele fijne avond van en graag tot snel. Ook als je iets wilt achterlaten in de comments, bepaalde zaken waar je aan zou willen werken tijdens deze lessen, of als je met bepaalde blessures zit, laat het mij gerust weten en ik beantwoord je vragen graag. Dank u en tot snel.